zal het lastig in de oorlog te bepalen wat er waar en niet waar is. Wat zeker in deze oorlog. Ja, ja, zeker aan beide kanten. Wat is hier waar? Wat, speculeren maar. Voor mij is dat net zo lastig om te bepalen. Ja. De beelden zijn niet bevestigd. Er is geen enkele bewijs dat dit ook gebeurd is. Sommigen vinden de beelden ook erg gelikt, zou ik bijna zeggen. Te mooi. Dat is niet zomaar een smartphone-opname van zoiets. Dus, maar het zou ook een vaste camera kunnen zijn die daar natuurlijk ook overal staan. Dus dat is moeilijk in te schatten. Dat het vanuit Oekraïne is gebeurd, wat toch op 700, 800 kilometer afstand ligt, lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk. Dan heb je hele lange afstand drones nodig. Plus het moet over al die luchtverdedigingsschillen rond Moskou heen. En dan zou Rusland ook wel wat anders reageren, denk ik, als dat was gebeurd. Dus als het al een aanslag was met een onbemand toestel, dan is dat waarschijnlijk vanuit Moskou zelf gearrangeerd door een groepering. En dat kunnen natuurlijk allerlei soorten groeperingen zijn. En dan is het wel logisch dat Poetin onmiddellijk naar Oekraïne wijst, want anders zou hij naar zijn eigen land moeten wijzen. Ja.